Kijk, dit is bij e-reader en ik heb er meer boeken op gezet dan ik kan lezen, denk ik. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag zijn we maandag. Het is nu 7:15. Ik heb geslapen tot 7:00 omdat ik vond ik niet speciaal om 6:30 moest opstaan. 7:00 voelde ook alweer fijn. Maar zoals ik in mijn vlog van gisteren zei, aangezien ik woensdag op reis ga en dat zo echt een reis is waarin ik slaap bij hostels en op nacht heen, ga ik niet zo volledig uitgerust zijn. Dus het is geen standlegvakantie. En dat maakt dat ik nu eigenlijk redelijk goed. Hoewel uitgerust zijn voordat ik vertrek. Dat zorgt ook voor dat ik niet de allerwarmste kleren kan aan in deze week. Want ja, anders raak ik het niet meer gewassen tegen woensdag. Kijk welke. Ik heb vandaag stoffen broek aan. Hij is zo echt dun. Want ja, het is echt zo een stoffen zomerbroek. School dat ik vandaag. Hey, ik ging eerst met de auto met de fiets gaan naar het werk, maar toen had ik eigenlijk echt geen hoesting. Nu ga ik met mijn auto. Heel de morgen. Allee. Sinds dat ik opstond en klaar was om te vertrekken, heb ik video's upload. Want ja, er zijn er heel wat om te uploaden. En nu is het mijn harde schijf vol, dus ik kan er ook 100% in bewerken. Ik zie. Oké, ik zit in de auto. Tijd om te vertrekken. Maar niet zo warmpjes. Black Friday. Nog tot 2 december met korting tot 50% bij IKEA en Omnitrix.be. Ben ik toegekomen op mijn werk. Het is nu 4:30. Ik ben klaar met werken voor vandaag. Dat betekent dat ik vandaag een 30 minuten overuur heb opgenomen. Ik heb er toch nog genoeg. Vandaag kwam ook mijn pakje toe. Ik ga straks tonen wat er in het pakje zat. Maar wie later... Diegene van jullie die al werken, wie later zijn pakjes toekomen op het werk? Of op het werk, of bij mijn ouders. Omdat ik gewoon niet genoeg thuis ben. En eigenlijk nooit, bijna nooit thuis ben als de postbode komt. Het is weer tijd om naar huis te gaan. Even de verwarming aan. Net naar de Hema gewandeld voor de 2e keer. Want de eerste keer stond ik net aan de kassa. Toen ik besefte dat ik mijn bankkaart niet meer had. Ik ben dan naar huis geweest om mijn bankkaart te zoeken. Gelukkig had ik deze keer uitzonderlijk veel cash in op mijn appartement. Want mijn bankkaart bleek nog thuis liggen. Want ik had hem gisteren, ja zondag, gisteren, mijn portefeuille geleden. En alles eruit gehaald wat ik niet nodig had. En ik moet mijn bankkaart oftewel mee hebben uitgehaald, oftewel op tafel hebben laten liggen. Dus goed dat ik dat merkte. En goed dat ik dat zo niet de laatste moment heb gedaan. Want meestal leg ik mijn portefeuille zo de avond voordat ik vertrek. En nu heb ik hem 3 dagen. Gelukkig 3 dagen van tevoren geleden. Anders kon ik niks meer kopen de volgende dagen. En zowel wat ik besteld heb op bol als
wat ik net gekocht heb, ga ik straks laten zien als ik toe kom op mijn appartementje. Ondertussen is het al ongeveer een half uur later. Ik dacht, ik ga vlug een boodschap doen. Maar ik heb ondertussen wel wat stappen gezet. Ja. En ik kon de tweede keer ook met mijn fiets zijn geweest. Dat was lekker meer moeite om mijn fiets uit te halen dan om te wandelen naar de Hema. En ondertussen heb ik ook bewegingsminuutjes. Oh, we hadden er zo van die proefertjes lagen in de Hema en het waren chocoladekruidnoten, dus ik kon er niet echt van blijven. Wat heb ik gekocht? Op bol.com heb ik de Kobo Libra H2O Earreader besteld in de kleur zwart. Gaan we even openmaken. Ik zie dat wel mijn vlogbatterij bijna plat is. Dus ik weet niet in hoeverre dat dit zal lukken. Voilà, dit is hem. En het handige is dat je hier aan de zijkant ook knoppen hebt. En die lijkt wel goed in de hand te liggen. Je kan hem zowel zo als zo gebruiken om te lezen. En een redelijk klein formaat ook, dus ideaal om prijzen mee te nemen. Bij de Hema heb ik deze powerbank besteld. Dit is een powerbank met 10.000 mAh. Dus je kan er twee keer een tablet of vier keer een telefoon mee opladen. Ik heb hier al heel veel goeds gehoord door, van Pokémon Go spelers. En dat wil wel zeggen dat het echt wel een goede is, want Pokémon Go spelers hebben die echt nodig. Het is wel niet de lichtste. Dat weegt toch een beetje. En zo ziet eruit. Eigenlijk een redelijk basic design. En je kan er twee laders, alleen twee dingen op aansluiten. Dus ik zou bijvoorbeeld mijn gsm en mijn e-reader er tegelijk kunnen op aansluiten. De oplaadkabel is zo een als van een pokeball. Dus die ga ik moeten meedoen. Op reis neem ik ook deze stekkerkop mee van IKEA, want daar kan je drie USB-kabels tegelijk op opladen. Ondertussen zijn we heel wat uurtjes verder. Mijn camerabatterij was plat, dus die moest opgeladen worden. Ik ben een vlog beginnen editen. Ik heb wat e-books op mijn e-reader gezet. Ik betaal niet voor elk e-book apart. Maar ik heb deze maand een Kobo abonnement afgesloten. Waarin ik onbeperkt boeken kan lezen. En dat voor 9,99 euro per maand. Je kan dat ook uittesten. Ik heb dat ook al gedaan met luisterboeken. Als je zegt ik wil luisterboeken en e-books, dan is het 12,99 euro per maand. Dus dat vind ik heel handig. Not sponsored. Trouwens, het zou wel heel erg fijn zijn. En nu is het tijd voor pakje nummer 15. Wat zit er hierin? De zak. Dus daar zouden ze weer sokken kunnen inzetten. Oh, een beertje. Het is een beertje. Zo'n, ja. Dat ook van nu. Dit is een van het merk Barney en volgens mij komt die uit Leclerc. Oké, dit is bij e-reader en ik heb er meer boeken op gezet omdat ik kan lezen, denk ik. Alhoewel, ik denk dat ik ook wel veel ga kunnen lezen op reis, omdat ik zowel op de trein zit als in mijn hostel. En als het donker is, zonder gsm kan ik niet echt veel doen. Wat heb ik er opgezet? Woman App van Eva Daleman. Family op de vlucht van de Tiny Costello. De 100-jarige man die uit het raam klom en verdween. Een boek die ik terugvond op de blog van Cynthia.nl van Jonas Johnson. De jongen die 10 concentratiekampen overleefde van Alan Gratz.
Riverdale wordt allemaal verhonden van Michael Osto en Selma Soester. Venti Ikihai van Frances Mirales. Vijf stappen van jou van Rachel Lippincott. En in deze, maar eigenlijk wel, want dit is een boek uit de City of Embers. Die heb ik al lang gelezen. Verwijder uit mijn boeken. Ik ga er morgen nog vinden, maar dat hoeft eigenlijk niet, want ik heb er eigenlijk al genoeg, denk ik, om te lezen op reis. Ik neem ook 3 Flow tijdschriften uit, omdat ik ze echt al veel te lang op mijn appartement heb liggen zonder dat ik ze las. Gewoon omdat ik er nooit de tijd voor maakte. Omdat ik hier altijd boeken lees. Dit was mijn bureau. En zoals je kunt zien, is dat niet meer volledig mijn bureau. Ik heb hier een deel leeg gehaald. Omdat mijn zus hier komt wonen. En nu ga je hier ook een verandering zien. Heel veel rommel. Maar ook mijn bureau, die staat nu hier. Er staat ook nog een deel achter de hoek. En een bed. Vol dingen. Daar allemaal boeken die in die boekenkast stonden. En die boekenkast werd ook verhuisd van mijn kamer. Wat ik hier ga doen is wat orders hebben zodat ik vannacht kan slapen. Dat zou wel handig zijn. En centen, maar ook over onze financiële ambities en dat... Een grimmeke geveegd onder mijn ogen. Het is een anti-rimpel ding. En nu ga ik verder lezen in mijn thuisboek. Yes. Misschien normaal moet je vanavond uit kunnen. Net het boek onuitgesproken uitgelezen en... Er komt nog een uitgebreide review van online, maar ik kan alvast vertellen dat die mijn favoriete thuisboek is. Ik had het gevoel dat ik zoveel minder te weten kwam in dit thuisboek dan in de vorige. Maar zoals ik zei, er komt nog een review van online. Nu hebben mijn voetjes heel koud en ga ik zo snel mogelijk naar Droomland. Tot bedankt voor het kijken, vergeet je niet te abonneren hieronder. En dan zie ik jullie morgen weer voor een nieuwe vlog. Doodles!